Luc, Parijs. Ja, situatie in Parijs. Nog steeds niet onder controle daar. Stefan de Vries, verslaggever van RTL Nieuws, spreekt inmiddels van 40 doden. 60 gewonden, werd ook al eerder genoemd. Uur geleden zijn er drie aanslagen geweest met een Kalasjnikov. In ieder geval één met een Kalasjnikov, maar wel drie schietpartijen. En ook waren er twee zelfmoordaanslagen, wordt gezegd, bij Stade de France. Inmiddels is daar een voetbalwedstrijd afgelopen. Frankrijk speelde tegen Duitsland. En die wedstrijd die werd opgeluisterd door een opmerkelijk beeld. Want dit zijn de beelden van... in het stadion, misschien dat we even mee kunnen kijken op mijn laptop. We kunnen namelijk horen hoe het stadion daar de explosie hoort. Kijk. Ze wisten daar ook niet wat er aan de hand was. Inmiddels is die wedstrijd dus afgelopen. En foto's vanaf het veld worden ook geplaatst. De mensen mogen daar niet het stadion uit. Er zou ook sprake zijn van een gijzelingssituatie in een concertzaal daar. Daar zouden zo'n 60 mensen aanwezig zijn. En in Parijs is Karsten de Vreugd. En hij is daar op de plek, tenminste waar het gebeurt. Karsten de Vreugd, kan je beschrijven waar je precies staat? Ik sta nu bij mensen binnen in huis. Trouwens, hallo, goedenavond. Omdat wij stapten uit de metro en er was hier gewoon complete chaos. Er waren sirenes, mensen aan het rennen. En er was een man die zei, kom van de straat af. Dus wij staan nu hier binnen. Jullie zijn echt naar binnen gevlucht. Dus vanwege de paniek of omdat je explosies hebt gehoord of iets anders? Ik heb geen explosies gehoord. Wij zaten in... de metro, toen wij hoorden dat er een aanslag was geweest bij Stade de France. En toen wij hier dus uitstapten, echt gewoon om de hoek bij Charlie Hebdo, waren hier een stuk of 25 sirenes gaande. En wij dachten, ja, dit is niet goed. En toen was iemand aan het wenken en die zei, get off the streets, get off the streets. Dus dat hebben we gedaan. Nou zien wij wat beelden waarbij we ambulance, brandweer en politiemensen zien. Is dat ook het beeld wat jij hebt daar in de buurt waar jij bent? Ja, ik heb nu alleen niet rechtstreeks zicht, want wij zitten nu net achter die straat. Maar de grote straat die ik nu hier op het beeld zie, is de straat waar ik dus echt net liep. Kan jij het nieuws volgen daar op een of andere manier? Heb jij iets gehoord nog verder, behalve dan de sfeer die jij daar ziet en omstandigheden? Nou ja, ik heb hier met de mensen die hier in het appartement zijn, zijn allemaal druk aan in het bellen. En ik probeer een beetje mee te krijgen, maar het is Frans. Dus het meeste wat ik meekrijg is wat ik dus net hoorde bij jullie. Oké, okay. Dankjewel. Karsten de Vreugde, toerist in Parijs die dus naar binnen is gegaan in een huis. Luc, wat heb jij nog meer? Nou ja, op dit moment er is een beetje onduidelijkheid over hoeveel doden er zouden zijn. Het loopt wel behoorlijk op, lijkt zo te zijn. Nou ja, Stefan de Vries zei dus al 40 doden, 26 wordt ook genoemd, nou ja, rond dat aantal. En de situatie is ook nog lang niet onder controle. Er wordt nu gesproken over 2 tot 3 schutters die aan het schieten zouden zijn. De politie heeft de situatie nog niet onder controle. En het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels een crisisteam bijeengeroepen. Als er meer nieuws is, dan hoor je dat uiteraard meteen. En we gaan straks ook nog even proberen te schakelen met Stefan de Vries in Parijs. Dankjewel, Luc. Van dit ding word je... Ja, shock. Ja, echt? Dat is wel verschrikkelijk. Nee, dit is een van de grootste aanslagen... misschien wel de grootste aanslag in Europa sinds... jaren? Ja, in Parijs. En dan moet je je voorstellen, het is Amsterdam, weet je. Het is allemaal zo dichtbij. Echt heel eng. Nee, kijk, je hebt Madrid gaat Londen in de underground en nu Parijs. Ja, als het nu nog gaande is, je weet niet waar het eindigt. We kijken of we gedurende de uitzending blijven gewoon contact houden. En sowieso na deze uitzending kunt u kijken nog naar RTL Nieuws. En daarin veel meer over de aanslag in Parijs. Waar in ieder geval tenminste 26 doden zijn. En er wordt ook gesproken over 40, maar tenminste 26 doden, daar kan je wel van uitgaan. En het aantal gewonden is in ieder geval niet duidelijk.